Studenten uit 5 verschillende landen hebben deelgenomen aan een internationaal sporttoernooi. Dat op initiatief van de Foreign Student Service in Amsterdam werd georganiseerd. Tafeltennis was een van de onderdelen van het uitgebreide programma. Het doel van dit toernooi was de banden tussen de Nederlandse studenten en de ongeveer 2500 in Nederland studerende buitenlanders te versterken. En daartoe biedt de sport tal van mogelijkheden. De deelnemers ontmoeten elkaar ook in het water. Een Amsterdamse ploeg speelde onder andere een vinnige waterpolowedstrijd tegen een team van de Nederlandse Antillen. In het Antillen zevental zaten 5 zwemmers die in 1946 en 1950 in de Pan-Amerikaanse Spelen successen wisten te behalen. Ditmaal waren ze minder goed op dreef. Ze verloren met 3-0. Ook in de andere onderdelen van de zwemsport waren de Amsterdamse studenten de sterksten. Op de 100 meter vrije slag deed Joris Tjebbes mee. Rustig zwemmend nam hij voldoende voorsprong om de overwinning te behalen. Het was een geslaagd toernooi dat de buitenlandse studenten en hun Nederlandse collega's enkele dagen in een sportieve sfeer bijeenbracht.